Hallo kijkers van DAD en welkom bij het vierde deel van de Pixelmon serie. En vandaag gaan we weer verder waar we waren gebleven uiteraard. Waarom zitten jullie in elkaar? Dat ziet er heel vaag uit. Oh wacht, nee, die jongens. Zo. Dan mag je er nou uitkijken. Er zijn nieuwe geluiden bij. Ik weet niet of je dat nu wat kan horen. Maar er zijn verschillende geluiden nu bijgekomen. En dat komt omdat er een nieuwe update voor het geluid is of zoiets. Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen. Nieuwe resources map. En ik heb er altijd aan verslagen. Oh nee, nog niet. Wat? Lol. En dus, nou, betere geluiden, mooier en dat soort dingen. Even kijken, dit moesten we eventjes leeghalen. En even weer nieuwe neerzetten gaan we doen. Ik zag jullie reacties dat ik meer toortjes moest gaan plaatsen. Hé, hier ligt klei. Dus als ik weer de grotten ga vandaag, dan ga ik zeker eventjes meer toortjes plaatsen. Goed dat jullie dat allemaal zeggen in de reacties. De ho hebben we bij ons. Dan doen we dit ook even. Alleen we hebben niet genoeg seeds. Zo, de Pokémon's weer even binnenhalen. Even kijken. Nee, hier hebben we ook geen seeds. Mushroom, gaan we die even bakken? Iron. Nice, dan hebben we 15 iron. Even kijken, wat gaan we doen met 15 iron? We kunnen een pickaxe maken. Dan doen we dat. Zo, de rest van de iron stoppen we lekker daar. De pukken doen we hier. We hebben genoeg eten, dus dit laten we ook hier. Deze stomme pickaxe, daar hebben we eigenlijk niks aan. Dan gaan we hier maar eens even... wat sticks van maken. Zo, en dan maken we ook maar. Dat is wel heel erg veel. Zo. Dit is wel genoeg, neem ik aan. En dan gaan we eventjes kijken wat we vandaag gaan doen. Dit even neerhalen. En dan beginnen die geluiden weer. Die altijd heel hard staan. En heb ik hem al heel zacht, moet je nagaan. Waar zijn mijn Pokémon's? Kom maar, Vulpix. Oh, die is. Die kunnen we nog niet pakken. Die denk ik ook niet, wat is. Oké, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag even een boom omhakken. Zo. Ik had even een klein probleempje met mijn Minecraft. Dat gebeuren. En daarom heb ik dus wederom weer achievement getting wood en zo. Het slaat nergens op, maar goed. I don't care. Ik weet niet of jullie er last van hebben, vast niet. Zo, deze doen we dan ook nog eventjes. Dan gaan we eventjes vechten met die seal. Die ik daar zie. Welke Pokémon gaan we dat doen? Dat is level 18, dat is een beetje hoog. Ik kom met die. Blijf hier. Oh, dan verdrinkt hier ook een Pokémon. Dat is gunstig. Oh, ga ik nu niet dood omdat ik onder water zit? Dat zou heel goed kunnen. Ik kan... Ik hoop niet dat ik dood ga. Ik ga wel dood. Wat? Wat? Ik vlieg. Oh, ik ben verdronken. What the fuck? Oké, heftig. En nu? Pikachu is... Oh, fuck. Ik ben dus... Weer hier weg? Oké, jongens, ik ga eventjes mijn plekje weer vinden waar ik was. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Nou, yo. Ik heb mijn dorpje, mijn huis weer teruggevonden.
En ook mijn spullen weer, die lagen hier gewoon in het water. Dus gelukkig, het viel allemaal mee, het viel allemaal mee. Alleen helaas zijn we wat XP kwijt, maar oké, ja, het is niet anders. Maar gelukkig hebben we ook weer eten erbij. Dus dat is weer het goede punt hier aan. Kan ik dan zeggen. Mag even bij. Dankjewel. Wat? Wie is hier binnen? Psyduck! Wat? Welk level is die? Ik kan niet zien welk level die is. Psyduck, kom. Zal ik gewoon met hem gaan... Even kijken. We gaan gewoon met hem vechten. Hij bukt hem in de muur, dus we kunnen niet met hem vechten. Is hij aan deze kant? Nee, hij bukt hem gewoon vies uit de muur. Oh shit, dit was toch niet... Oké, toch, we proberen het gewoon. Tackle dan maar. Dit was niet heel slim. Bite. Dat kunnen we proberen. Werkt dat, Bite? Sorry, was er wat aan het drinken. Oh. Het heeft niet heel veel effect. Maar goed. Anders proberen we gewoon eventjes een ander Pokémon. Wie is hier goed? Pikachu. Oh, Pika. Oké, Pikachu maakt het af. Je bukt hem. Je bukt hem, Pikachu. Ik vind wel dat er nog heel veel bugs in het spel zitten. Dat kan je dus nou zien. Nog een keer Thunder Shock. Bam. Wat kan je... Oké, dat mag je leren voor deze aanval. En Pikachu is... Oké, dood. Wat? Hoezo is hij dood? Oké, fuck it. Nee, jij bent ook een hoog level. We gaan eventjes naar het Pokémon Center. Dan gaan we eventjes de Pokémon healen. De Pokémons. Kap, schiet op. En zo. Ons moestuintje hadden we al gedaan. Oké, we gaan wel met deze Psyduck vechten. Die is level 14 en na deze... Pokémon voor mij is nu level 17. Oké, deze had wel veel. Volgens mij kan Psyduck zelf ook bite. Volgens mij. Bam. En hij is level 18. Hij dropt niks. Oh, kijk. Dit is, dit weten jullie niet. Maar dat weten jullie nu. Als ik gewoon rondloop, kunnen Pokémon's mij ook aanvallen. Want ik gooi er net niet met Pokémon uit. Hij wil gewoon met mij vechten. Dus dat kan soms wel heel irritant zijn. Maar soms is dat ook wel leuk. Dat je niet... dat hij je vraagt om te battelen, zeg maar. Dat je wordt aangevallen. Oké, gaat hij... Oké, dit winnen we wel. Waarom vliegt hij daar helemaal boven? Wat? Nog tackle om het af te maken. Zo, bam. Level 19 alweer. We gaan eventjes een andere Pikachu gaan trainen. En doen we... Die weer terug. Zo. Bulbasaur. Wat? Een Bulbasaur? Oké, die Bulbasaur is voor ons. Oké. Kom op. Dit kan je, Pikachu. Jij gaat voor mij die Bulbasaur vangen. Kom op. Ik wil die Bulbasaur. Dat zou super vet zijn. Oh, hij donnelt dan naar beneden. Wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Even een tackle aanval. En ik wil alleen een kleine tackle. Kijk of hij dood. Ik hoop niet dat hij dood gaat. Oh, wat? Hoezo is hij in slaap? Oh, hij is aangevallen. Ik kan nou niks met deze Pokémon. Nou, Pikachu. Kom op. Probeer het gewoon nog. Oké, maar dit is heel gunstig. Want nou gooi ik mijn... Hij is gewoon bijna dood. Dan gooi ik een Pokeball en ik vang gewoon de Bulbasaur. Punt. Dat is hem. Shit. Oké, we hebben nog twee Pokeballs. Kom op, alsjeblieft. Ik wil een Bulbasaur. Kom op.
Oh fuck, en we hebben nog maar één pokeball. Alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Alsjeblieft. Kom op, kom op, kom op. Nee. Shit. Oké, ja, dan moet ik hem wel, ik maak hem gewoon dood. Oké, we hebben gewonnen. Oké, wat er nu is gebeurd is heel kut. We hadden een Bulbasaur kunnen vangen. Alleen wat nog irritanter is, we hebben ook geen Pokeballs meer. En dan komen we meteen bij het volgende. We moeten zorgen dat we Pokeballs gaan maken. En hoe we Pokeballs gaan maken, dat zien jullie in de volgende aflevering. En dan doe ik er ook leuke plaatjes bij en dat soort dingetjes. En dan ja, dan gaan we dan kijken hoe we dat moeten doen. En dan zeg ik voor nu bedankt voor het kijken naar het vierde deel van de Pixelmon serie. En ik hoop dat jullie even een like achterlaten op deze video. En vooral niet te subscriben op Dagelijkse D. Als je dat nog niet gedaan had, schaam je. Maar kijk vooral ook eventjes naar mijn eigen kanaal. Ik ga, als het goed is, als deze video online is, heb ik al een video gemaakt over Pixelmon op mijn eigen kanaal. Want er was heel veel vraag naar. En ik vind het ook zelf hartstikke leuk om te doen. Dus als je daar wat nog meer bijna elke dag... Ga ik dat elke dag uploaden? Ik weet niet. Ga ik dat hier over hebben? Nee, dat ga ik hier niet over hebben. Ik zeg gewoon even kijken en ik zeg bedankt voor het kijken. Ik zeg heel vaak, ik zeg... Yo, later.